Ja, dat maak je niet zo heel vaak mee dat er een tweeling in hetzelfde team staat. Maar goed, bij Charleroi hebben ze dat en ze maken ook allebei speelminuten. Dus dat is alleen maar fijn. Starters bij beide teams. Bij Charleroi, Spirou, zijn dat de nummer 5 Alex Liber. Nummer 7 Tim Lambrecht. Overigens ook een international voor België. Nummer 22 Vincent Kesteloot, ook zo. En nummer 28 Rafael Lisboa. En 33 Hito Kok. En bij de Sun zijn dat de nummer 7 Sam van Oostrum. Nummer 9 Stan van den Elzen. Nummer 10 Jarik Brussen. Nummer 12 Sam Huurman. En nummer 13 Ben Kovac. En achter de tafel namens de Nederlandse basketbalbonds commissaris zit Piet Keizer. En de scheidsrechters vanavond zijn John van Dam, een ervaren scheidsrechter. En twee relatief nieuwelingen, Cedric Riedijk en Thomas Neig. En volgens mij floot John van Dam gisteren ook in Groningen bij Donar tegen Mechelen. Dus die heeft een druk weekend zo. Ja, ze hebben een schreeuwend tekort aan scheidsrechters. En zeker op dit niveau, want het is natuurlijk het allerhoogste niveau in Nederland. En er komt een enorm tekort. De eerste score is dus voor Alex Liber. Een flitsend begin. Felle man-to-man verdediging door de Belgen. En de steal van Tim Lambrecht. Wat met name ook opvalt bij Charleroi is dat de spelers over het algemeen al een geruime tijd met elkaar samenspelen. Ja, 3 punten van Tim Lambrecht. Overigens was de opzet van deze aanval toch wel heel erg goed. Ja, van der Helder. De Portugese spelverdeler dus bij de Belgen. Rafael Lisboa. Ook overigens Portugees international. En een rebound van Jarik Brussen. Wie anders? Blokshot, ja, mooie blokshot. En wederom een score van Alex Liber. En dan een hele snelle break. Een anderhalve minuut gespeeld en 7 punten. Eerste fout voor Tim Lambrecht. Goeie paas, goeie assist van Jarik Brussen. Een insnijdende Ben Kovac. Krijg er 2 maal voor Ben Kovac. Tim Lambrecht aan de vrije worplijn. Ben Kovac mag 2 vrije worpen Hatelijke nul is in ieder geval weg. Mooie interceptie. Jammer. Hele mooie beweging van Jarik Brussen. Maar dat valt net even niet door. De rebound was van Jito Kok. En de fout is van Stan van den Elzen. Zo'n fout van nummer 9 van den Elzen. Stan van den Elzen. Stop it.
Oh, soepel schotje van Tim Lambrecht. Een 24-jarige schutter. Mooi beweging. Goed ingesneden van Jarek Brussen. En heerlijke fout meegekregen. De fout gaat naar nummer 33, Jitte Kok. 1 bonus vrijwoord. Eerste fout voor Jitte Kok. Bonusminuut. Ik vind trouwens dat het ook wel duidelijk te zien is dat men in Charleroi al geruime tijd samenspeelt. Ze weten elkaar lekker te vinden. Fout voor nummer 10 van Jarek Brussen. Jarek Brussen krijgt zijn eerste fout. Ik zag niet waarom. Ik ook niet. De scheidsrechter gaf aan met armgebaar hinderen. Ja. Rebound wederom, Jarek Brussen. Ook dat is een fout. Sam Huurman. Mooie bal. Mooi uitgespeeld. Ook met een helder loopt het wat dat betreft redelijk soepeltjes. Duidelijke fout van Sam Huurman. Derde teamfout voor de Suns. We krijgen tweemaal voor Jitte Kok. Die heeft trouwens ook al heel wat landen gezien. 2016 Griekenland, 2017 Estland, 2018 Nederland, 2018 Mechelen. In 2020 even in Duitsland. En sinds 2021 in Charleroi, België. Ja, in Nederland heeft hij gespeeld voor de Dutch Windmills in Dordrecht. En dat team moest halverwege de competitie uit de competitie gehaald worden vanwege een wanbeleid. Financiële problemen inderdaad, ja. Overigens één vrijworp benut door Jitte Kok. Daar zijn ook heel wat fouten aan de hand. Jitte Kok, een assist van Rafael Lisboa. Stond al wel erg vrij onder het bord, moet ik zeggen. Al een tijdje. Was dit nou een loopbal? Weet het niet. Ik denk dat hij met zijn voet over de lijn ging. Toen hij uitgleed. Kan ook. Hier toch ook weer. Een fraaie alley-oop. Ja, Samuelman. Helemaal alleen. Met kracht naar de ring. Lange halen goud thuis. Zo zie je, ze kunnen elkaar heel erg snel en heel erg goed vinden. Dat was een score van Vincent Kesteloot. Jurie Schoepen komt in het veld voor Tim Lambrecht bij Spiro. Rebound Sam Huurman. En dan helder weten ze elkaar af en toe niet te vinden. Steeds eigenlijk hetzelfde, hè? Er komt iemand backdoor en die staat dan gelijk al vrij open.
scoren was van Vincent Kesteloot. Wissel bij de Suns. Jarik Brussen wordt vervangen door David Idada. Bij Spiro komt Nathan Kuta. En Milan Samardzic. Nathan Kuta was trouwens lid van het team van het Nederlandse team onder 18 in 2018, wat Europees kampioen werd in de B-divisie. Even deze aanval bekijken. En hij werd dan MVP van het toernooi. Maar wie ook in dat team zaten, waren onder andere Stan van den Elzen, Jarik Brussen, Nick Tran. En die spelen allemaal in de NL. En de fout gaat naar... En ook Jarno Pomstra zat er eigenlijk bij. Maar goed, die speelt nu inmiddels in Amerika. Maar die is ook uit een heldersopleiding. Dus goede lichting geweest. Fout van Huurman. Zijn tweede inmiddels. En er wordt gewisseld. Tezamen met Stan van der Elzen. En in het veld komt Jitsen Ter Haar. En Troy Koeler. Joris Schoepen die mist dus zijn eerste vrije worp. En ook zijn tweede. Kijken wat David daar mee kan. Mooi. Rebound van Milan Samardzic. Vel verdedigd, bal veroverd en aanval opzetten. De verdediging van Charleroi is inderdaad zeer agressief. Nou, dan mag je af en toe ook wel voor fouten fluiten, denk ik hoor. Ik denk het ook, ja. Maar goed, als de scheidsrechters het allemaal toelaten, dan, ja, dan doen ze het dus goed. En dan doe je er niks aan. Rebound voor Troy Koeler. Weer een score voor Alex Liebherr. Ja, time-out Den Helder. Het loopt lekker bij Charleroi. En bij Den Helder loopt het nog niet optimaal. Het gaat gewoon één tempo te snel. Ja, inderdaad. Charleroi weet elkaar heel erg goed te vinden. Een zeer agressieve verdediging. En zeer snelle uitbraken. Dat is echt een team. Ja. Nou, als je de wedstrijd van vorige week van Spirou ziet tegen Aris... Dan zie je ook dat er geen verzwakking is als er gewisseld wordt. Want de basis 5 maakte vorige week 48 punten en de bank 44. En als je ook de verdeling van de speeltijd ziet, ja, dan is het gewoon gemiddeld een beetje 20% van 20 minuten voor allemaal. En ik kan me nog herinneren dat Tom Boot vroeger zei van als je gaat wisselen moet het team beter worden. En nou ja, dat wordt hier ook wel een beetje bewezen. En dat betekent ook dat de spelers gewoon aan het eind van de wedstrijd nog fris zijn. Omdat er voldoende doorgewisseld kan worden zonder dat het team zwakker wordt. Zeker. En dan win je wedstrijden. En ik blijf erbij dat het ook heel sterk te maken heeft met het feit dat veel spelers van Charleroi al geruime tijd bij elkaar zitten. Dat zal zeker helpen. 2015, 2017, daar begint het eigenlijk een klein beetje mee. Het grootste gedeelte van de spelers zat toen al bij die ploeg. Even een press over het hele veld van de Belgen. Een
principe zou Sam van Oostrum daar geen moeite mee moeten hebben. Maar alleen het vervolg is vaak het grote probleem. Daar staat de vrije man. En wat kan die? De fout gaat naar nummer 1. Dat is Noah Volgang, zijn eerste. En een fout nummer 13. Juri Schoepen. Die hield hem eventjes te emabel vast. En volgens mij is dat nu ook de vierde teamfout inderdaad van Spirou. De vierde teamfout van Schoepen. Ja, er wordt gewoon geen ruimte gegeven voor een lekker open schot. De jongens van Charleroi die zitten er bovenop. Thomas van Dijk wordt de vervanger van Sam van Oostrum op de point-positie. Is een jongen die natuurlijk heel weinig speeltijd krijgt. Maar goed, nu dat Nino geblesseerd is, moet het gewoon. En laat maar zien wat je kan. Ja, en dan krijg je een fout van David Idada. Eerst even flink werken, backing in. Ja. Dan nou, vervolgens het mag allemaal. Het mag. Ja. Ze fluiten niet. Ja. En vervolgens de eindbeweging was natuurlijk wel goed, want het draaide niet goed om David heen. Maar goed, ik denk dat vrije worpen nemen niet zijn favoriete bezigheid is. Kennelijk niet, nee. David Idara heeft de rebound. Dat was een fout. Dat was een fout. Ook de scheidsrechter zagen het. Ja, Noah Fagong. Zijn tweede. Fagong. We krijgen twee maal voor Ben Kovacs. Bij de Suns komt Sam Huurman terug voor Jits Ter Haar. Je ziet dus inderdaad een hele strakke verdediging van Charleroi ten opzichte van Den Helder. Ook bij Charleroi komt een nieuwe speler in het veld, Marlon Makwa. En hij vervangt Nathan Kuta. Hij vervangt niet Nathan Guta, maar Noah Volgang, zie ik nu. Ook Ben Kovacs is nog niet gelukkig met zijn vrije worpen. 1 uit 3. Twee uit vier. Nathan Kuta. Ja, toch weer door een strakke verdediging hoor. Ja, absoluut. Boxshot, David Idada. Oh, de scheidsrechter vond van niet. Maar de fout gaat naar Thomas van Dijk. Nummer 3 van de Nederlanders, Thomas van Dijk. En er is een wissel aan de kant van de Suns. Ben Kovacs heeft het veld verlaten. Tweemaal voor Vukan Samarčić, broer van. En die gooit ze er wel allemaal vlekkeloos in.
Fout van Jori Schoepen, zijn tweede. We krijgen tweemaal voor Thomas van Dijk. Hij is er niet mee eens, maar van de andere kant is het wel zo dat er gezien inderdaad de verdedigingstechniek en tactiek van Charleroi, dan loop je inderdaad tegen dat soort fouten aan. Zeker. Tim Lambrecht komt dit veld voor, diezelfde Jori Schoepen. Twee fouten. Plekkeloos. Twee punten voor Thomas van Dijk. Out-of-bounds. En de bal was uit servicebal. Hij heeft even lekker ruimte gemaakt, Samuel Heerman. Jammer dat het schotje net even niet lukt. Mooie score voor Marco Makwa. Een fraaie beweging inderdaad. Even een pompbeweging en... De eerste kwart, stand 11-27. Werk aan de winkel voor de Suns. 27 voor de bezoekers naar België. Er is zonder meer werk aan de winkel inderdaad, maar als je de kwaliteit van Charleroi in overschouw neemt, zal dat een zeer zware opgave worden. Het is naar mijn idee een goed geoliede machine. Wat Charleroi laat zien, ze weten elkaar perfect te vinden. Heel fanatiek in de verdediging. Dat wordt nog wel een hele lastige klus voor de helden. Beginnen aan het tweede kwart. Nieuwe kansen. Thomas van Dijk is toch wel even ingewisseld voor Sam van Oostrum. Niet meer ervaren. Spelverdeler. Goede beweging. Prachtige paas van Van Heerlen op Jari Brussel. En die komt er gewoon in leggen. Overigens de tijd dat Thomas van Dijk inderdaad gespeeld heeft, heeft niet één keer de bal verloren. Dus in die zin heb hij het zeer verdienstelijk gedaan. Mooi. Nou, dat zijn twee rebounds voor Tim Lambrecht in de scoren. Ervaren speler, 24 jaar. International voor België. Dat was volgens mij goaltending. Hij raakte het bord volgens mij eerst. Het was heel close. Rebound voor Sam van Oostrum. Een paas is te laat. Je had naar Ben moeten. Rebound voor Marlon Makwa. De beweging van Jarek was goed. Maar
Finesse ontbreekt dan eventjes. Loopfout. Constant een strakke man-to-man verdediging van Charleroi. Bijna geen doorkomen aan. En de fout gaat naar nummer 10. Milan Samardžić. Tweemaal voor Sam van Oostrum. Volgens mij had de scheidsrechter er ook voor kunnen kiezen om de score toe te kennen. Omdat hij werd weggeslagen ruim nadat het fluitsignaal had geklonken. Moeizaam met de vrijworpen. Heel lastig. Tjongejonge. Rebound voor Jarik Brussen. En een verdedigende rebound is hier heel, heel, heel sterk. Nou, daar kan je het ook wel voor een fout fluiten, denk ik, hè? Ja, we gaan twee kanten. Ze gaan allebei voor de bal. Rafael Lisboa komt in het veld. En hij vervangt Milan Samardžić. Ik vond dat die belt echt te laat was. Ja, nou, hij was absoluut in het nadeel inderdaad, ja. Overigens vind ik die Rafael Lisboa ook een zeer behendig en handig speler. Een mooie score van hem. Heel snel, niet te groot. Heel behendig. Dit wordt de fout voor Sam Huurman. Yep. Zijn eerste. De fout gaat nummer 12 van de Rijnlander Suns, Sam Huurman. En bij de Suns komt Thomas van Dijk terug voor Sam van Oostrum. Thomas van Dijk van Sam van Oostrum. Aan de kant van Charleroi wordt ook gewisseld. Ik denk dat het niet eens zozeer de positie was van Sam Huurman, maar de slaande beweging als ze allemaal omhoog gaan. Ja. Wederom een rebound voor Jarik Brussen. Allemaal wat geforceerd. Marlon Magwa wordt vervangen door Vincent Kesteloot. Die loopt ook al wat jaartjes mee. Is inmiddels 27 jaar. Is begonnen in 2014 bij Aalst. 2016 Oostende. 2019 Antwerpen. En sinds 2021, dus dit eerste seizoen, bij Spirou. Rebound wederom, Jarik Brussen. Eerste partijtje goed te verdedigen tegen Jito Kok. En een fout van Tim Lambrecht. Nummer 22 krijgt een persoonlijke Vincent Kesteloot. Oh, niet dus. Dat was Vincent Kesteloot. Zijn eerste.
mooie beweging van Thomas van Dijk. Helaas geen scoren. Mooie driepunter van Rafael Lisboa. Veelzijdige speler. En wederom balverlies. Maar goed, ook zij kunnen de bal verliezen. Savierman. Je ziet dus inderdaad dat Vincent Kesteloot eigenlijk niet voor het blok gaat. In principe ben je natuurlijk totaal kansloos als er dan zo'n man op je afkomt. En dan krijg je altijd de fout tegen. En Tim Lambrecht wordt vervangen door Moussa Noterman. Nummer 11. Jonge spelers sinds 2018 bij Spirou. Rebound Sam Huurman. Fout van de nummer 5, Alex Liebert. Zijn eerste. Ik heb de indruk dat de Helderse spelers wat geïrriteerd raken door het manier van verdedigen. Daar kan ik me niet bij voorstellen inderdaad, ja. Nou ja, zolang er toegestaan wordt. Sam van Oostrum komt weer in het veld voor Thomas van Dijk. Ja, de jongens van Schellen was zijn gewoon razendsnel. En heel veel. Rebound Dito Kok. Moussa Noterman. Sam Huurman. Trouwens ook een vechter, hè? Sam Huurman. Zeker. Heeft ook een Belgische opleiding gehad, hè? Een Belgische. Rebound voor Sam Noosterman. Moussa Noterman. Dat is een beetje een buitenlandse voornaam en een oer-Nederlandse achternaam. Zeker. Is verstandig op de Nelsen. Mooie aanvallende rebound van Sam Huurman. Volgens mij stond Ben Kovac al te wachten op het fluitsignaal, maar goed, dat kwam niet. Nee, dat is dan een geforceerd schot, hè. Het zal te maken inderdaad met wat je net zei, de frustratie bij Der Helder een beetje. Het lijkt me ook frustrerend spelen tegen deze jongens. Ja, maar ja. Mooie assist van Rafael Lisboa op Jitto Kok. Jari Brussen. Ja, Jitto Kok denkt van ik ga er helemaal niks tegen doen, laat hem er maar in liggen. Wederom rebound, Jarek Brussen. Ik denk dat die bal nog niet over de lijn was, maar goed. Misschien stond hij zelf met een voet op de lijn. Jarek Brussen en Ben Kovacs worden vervangen door Troy Koeler en David Idada. En bij Spirou komt David Kuta terug voor Jitto Kok. Driepunter, Stan van den Elzen.
eerste score van de wedstrijd. Ja, fout Troy Koelen, reaching in. Niet handig. Hoewel, kan even leiden natuurlijk. Pas de tweede team fout. Ja, nou, de derde. Nee, de tweede inderdaad. Ja, dus dat, deze kon. Misschien wel nuttig. Drie seconden op de schotklok. Dit was nou eens een keer een partijtje goed verdedigen van de Suns. Rebound Stan van den Elzen. Moussa Noterman. Weer door slordig balverlies van den Helder. Ja, een snelle omschakeling van Charlois. Dat doen ze heel goed. Fout. Fout van Moussa Noterman. De fout gaat nummer 11 van Charlois Moussa Noterman. Vierde teamfout. Wissels bij Spirou. In het veld komen de nummers 1 en nummer 20. Dat zijn Noah Vogang en Vukan Samardzic. En zij vervangen Alex Liber en Vincent Kesteloot. Sam van Oostrum. Zijn tweede. Derde teamfout. Zonder zijn aanval en de rebound. Stiel van Sam Huurman. Ja, dat is een duidelijke fout. Vukan Samardzic. Dat is de eerste. We krijgen 2 maal voor Stan van den Elzen. Milan Samardzic vervangt Rafael Lisboa. Is nog steeds 16 punten, zoals het ook aan het einde van het eerste kwart was. Ik denk dat Den Helder misschien wat beter is ingesteld nu op de speelwijze van Spirou. Misschien worden de jongens van Charles wel iets moeier. Zou het? Nee, ik denk het niet. De fout gaat naar nummer 11, Troy Koeler, zijn tweede. En we krijgen 2 maal voor Moussa Noterman. Heel vlak geschoten, zeg.
Nog een hele oude aparte manier, ja. Een heel stevige backspin. Maar goed, hij gaat erin. En goed ook. Feyenoord. Rebound Nathan Kuta. Mooie score van, volgens mij was dat Fukan Samardzic, ja. Ja. Ja, dat is een hele mooie schoten. Hij weet dat hij wat kleiner is, dus de bal hoog opgooien. Ik denk op de tijd, 3 seconden nog op de schort. Oh. Goed, ruststand 24-44. Betere tweede kwart gezien van Den Helder Suns dan het eerste. We gaan kijken hoe het in de tweede helft gaat. Tot over ongeveer een kwartier. Aanstaande dinsdag spelen Den Helder Suns ook thuis. Dit keer tegen KV Aalsen. De wedstrijd begint dan om 19:30. I have slipped the surly bonds of earth and danced the skies on laughter silvered wings. Sunward I've climbed and joined the tumbling mirth of sun's split clouds, and done 100 things you have not dreamed of, wheeled and soared and swung high in the sunlit silence. Hovering there, I've chased the shouting wind along and flung my eager craft through footless halls of air. Up, up the long, delirious, burning blue, I've topped the windswept heights with easy grace, where never lark or even eagle flew. And while the silent, lifting mind I've trod, the high, untrespassed sanctity of space, put out my hand and touched the face of God. Yeah.
Dit is Den Helder. Stad aan zee. Precies op het randje tussen rust en reuring. Altijd een frisse wind door de straten die alles met elkaar verbindt. Wonen en werken, leven en leren, de kust en cultuur. Want Den Helder heeft altijd het beste van beide. Thuiskomen en erop uitgaan. Creëren en recreëren. De stilte en de storm. Den Helder kan je nieuwe baan zijn. Je nieuwe huis, je nieuwe toekomst. We bouwen, herbouwen, verbouwen. Timmeren altijd aan de weg. En we groeien. Ontwikkelen is onze tweede natuur. Zoals de natuur ons tweede thuis is. Nergens liggen ze zo dicht bij elkaar als hier. Een stad van oude ambachten en nieuwe technologie. Van verdedigingslinie en wereldwijde veiligheid. Van offshore en in de haven. Hier schuurt het verleden tegen de toekomst. En laat ons zien waar we van gemaakt zijn. Standvastig, maar buigzaam. Vinden we ons telkens opnieuw uit. Bij tegenwind laveren we. Bouwen we weer op. Den Helder is je opladen aan wind- en zonne-energie. Je hart luchten. Den Helder is uitgaan tegen het decor van een oude werf. Het is een drankje pakken met vrienden. Een film of een museum. Een goede golf misschien. En kansen. Die ook. Er liggen er genoeg. Den Helder, het einde van de wereld, zei je. Hier begint het pas. DHSS operates from A1 locations situated in the heart of the offshore energy industry in Europe. As your experienced and professional partner, we are your locally based interface for a wide range of logistical services to assist during your offshore activities. We offer reliable and innovative solutions and services to deliver efficient industry-leading standards in logistical support in order to avoid any possible downtime. With the highest safety and environmental standards in place, focusing on improving our and your efficiency. 24 hours a day, 7 days a week, all year round. Our personal, innovative and highly trusted logistics and supply chain solutions are solely focused on maximizing your business activities and providing your staff with a healthy working environment. DHSS is your gateway to smooth offshore operations. As a trusted service provider with a strong local network and supply chain assisting offshore activities in Europe, we fully embrace the importance of fossil fuels for the world's economy. At the same time, investments are done in sustainability, which is why making the right environmental friendly choices is a core value of our company culture. DHSS has a vast experience in working with customers in offshore wind industry. Over the recent years, DHSS has added its expertise and experience from other offshore energy markets to solid know-how for new markets, such as the offshore wind energy sector. We take great pride in offering you to be the one single point of contact as interface for all your onshore and offshore activities. From installation to the operation and maintenance phase of your offshore wind assets, you can trust DHSS to deliver. Our company is built on the belief that we challenge the norm through our 5 DHSS value propositions. Strengthened by experience, run by our people, we transform industries. DHSS, one single point of contact is all you need.
Charles met 8 punten. Tim Lambrecht. Ja, resumerend voor de eerste helft. De ploegen maken ze weer gereed voor de start van het derde kwart. Wat ik aan het begin al zei, van goed geoliede machine van Charleroi. Dat laat gezien in bijvoorbeeld met name de assists. 14 stuks voor Charleroi en slechts 4 voor Den Helder. Een terugkerend probleem bij Den Helder is gewoon weer de turnovers. 12 tegenover 5 bij Charleroi. De steals, dat komt ongeveer overeen. 3-6. Dat verschilt niet zoveel. Wat wel knap is dat Charleroi toch inderdaad wel de meeste rebounds pakt. 23 stuks over de hele eerste helft tegenover 17 voor Den Helder. Hoewel dat verschil niet zo heel erg groot is. Wel duidelijk is ook weer dat de score bij de Belgen zeer gelijkmatig verdeeld is over heel veel spelers. En dat bevestigt alleen maar de indruk die we al bij het begin uitgesproken hebben. Dat wisselen daar niet een verzwakking is. Maar misschien eerder een versterking. Ja, een heel goed team. Nou, eerste turnover voor Spiro. En meteen een volledige... Heel veld met de man. Strakke. Dat betekent ook weer natuurlijk dat je minder tijd overhoudt om je aanval op te zetten. Fout, ja. Nummer 20. Vukan Samardžić. Nummer 20 van Joa Vukan Samardžić. Dat is een tweede. Fout voor het Noah Vogan. Van nummer 1, Noah Vogan. Zijn derde persoonlijke fout. Binnen de minuut 2 fouten voor Charleroi. Mooie score, Sam van Oostrum. Gevolgd door een driepunter van dezelfde Noah Vogan. Een beetje rommelig. Maar goed, Stan van der Elzen maakt er gebruik van. En scoort een tweepunter. Hier toch ook. Dat kwamen ze mooi uit. Ik ken de krachtverhoudingen van in België ken ik helemaal niet. Maar eerlijk gezegd, als ik dit team van Charleroi bezig zie, zonder Amerikanen overigens, dan verbaast het me toch wel een klein beetje dat ze in de Silver League spelen in plaats van in de Golden League. Dat geeft ook de kracht van de top 5 aan in België natuurlijk. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Nou, het is af en toe, vind ik, het een beetje op rugby beginnen te lijken, hoor. Ja, ze willen nou wel een beetje heel erg hard. Dat is een fout van Milan Samardžić. Fout nummer 10, Milan Samardžić.
derde teamfout alweer. 2,5 minuut. Maar ik denk ook wel dat ze de kracht en de potentie hebben om zometeen te zeggen van oké, we staan zometeen op 3 of 4 fouten. Van we stoppen er even mee. Hier toch ook. Het blijft ook wat dat betreft apart dat inderdaad in het hele ploeg van Charleroi niet één Amerikaan speelt. Eén Portugees en voor de rest Nederlanders notabene. De twee genaturaliseerde Serviërs. En weer een balverlies. Duidelijke fout van Jarek Brussen. Dat is een tweede. We krijgen 2 maal voor Jito Kok. Als we met 10 en 11 is Jarek Brussen. 2 maal voor Jito Kok. Beide benut. Overigens speelt Den Helder Suns aanstaande dinsdag zijn laatste thuiswedstrijd in de cross-border competitie. Tegenstander is dan Okapi Aalst. En wederom een bal weggegooid. Rebound Ben Kovac. Ook de 3 punten vallen niet vanavond. Aal zal genomen worden. Rebound van Vukan Samardžić. In de buzzer. Nummer 10, Milan Samardžić. Ook gelijk een fout. Dat is zijn derde. 4e teamfout voor Spiro. En bij de Suns komt Jitse ter haar voor Sam Huurman. Aan de kant van Schoenmaker opgewisseld in het veld. Rafael Desbouw. Bij Spiro komt Rafael Lisboa voor de algenoemde Milan Samardžić. Overigens de broertjes Samardžić, die zijn begonnen bij Brussel. Respectief in 2016 en 2017. En sinds 2018 bij Spiro. Ongelukkig balverlies van Sam van Oostrum. Komt gewoon door de grote druk die op ze gezet wordt. Ik denk het wel, ja. En dat zijn we in Nederland eigenlijk niet gewend op deze manier. Ook niet bij de topploegen. Rebound, Jarek Brussen. Punter, Stan van den Elzen. En een steal van Stan van der Elzen. En de dunk.
achterstand. Dat zie je niet vaak bij de jongens. Bij Spirou komen in het veld de nummer 5. Alex Liber en Tim Lambrecht. En zij vervangen de nummer 13, Juri Schoepen. En nog één. Ja, ik mis van hem ook. En bij de Suns Thomas van Dijk in het veld en Troy Koeler. Voor Sam van Oosterum en Ben Kovac. Rebound en scoren, Jarik Brussen. Heel sterk van Jarik. Ja goed, Troy die kreeg natuurlijk twee mensen op zijn nek. En daarmee werd de weg vrijgemaakt voor Jarik. Jarik is op weg naar een dubbel-dubbel. Alweer. 9 punten en inmiddels wel al iets van 11, 12 rebounds denk ik. Nou, de score gaat op naam komen van Tim Lambrecht. Goaltending. Nou, die zag ik even niet gebeuren. Nou, ik denk dat ze dat netjes zaten. Dat zegt niet alles. Dat zijn ook fouten. Ja, dat is een ruime fout. Jongen, ja. jongen. En zo laat gefloten, man. Het is... Ja. Fout nummer 5, Alex Liber. Dat is de tweede fout van Alex Liber. Een paar drie op een rij, denk ik. Ja. Ja, dan zie je dus inderdaad het grote verschil tussen de ene scheidsrechter en de andere. Ik zou trouwens verwachten van John van Dam dat het inderdaad wel iets beter zou gaan. Nou, hij stond precies in de lijn van hoe het gebeurde. Ja, precies. Stan van der Elf met vrije worpen. De eerste gaat erin. Ook de tweede. Drie punten van Alex Liber. Ja, dat spelen ze heel snel, heel goed uit. Ben Kovac komt in het veld voor Stan van den Elzen. En weer een drie punten van Alex Liber. En weer een balverlies. Score is van Vincent Kisteloot. Ze weten elkaar weer feilloos te vinden. En weer balverlies. Fout van Troy Koeler. En Sam Huurman komt terug voor Jits Ter Haar. Pas de tweede teamfout voor de Suns, dus kunnen het leiden. En de volgende drie punten is voor Rafael Lisboa. En nu moeten ze toch echt oppassen of ze niet overlopen worden op dit moment. Fout van Vincent Kerstelo.
Vlogger 22, Vincent Kistelood. We zijn tweede, we krijgen tweemaal voor Ben Kovacs. Je ziet dus inderdaad de frustratie bij de jongens van Den Helder. Ze kunnen moeilijk die strakke verdediging van Charleroi handelen. Pas het derde punt in de wedstrijd voor Ben Kovacs. Terwijl hij normaal te goed is voor een puntje of 20-25. Ja, dat is heel apart. Maar goed, hij krijgt nog een kans. Daar wordt toch ook bijna nooit meer voor gefloten, hè? Nee, dat gebeurt zelden tegenwoordig. Maar goed, de herkansing gaat er wel in. Ja, het is inmiddels 30 punten verschil. 32. Alex Liebeer. Shot van Nathan Kuta. Ja, van Troy Koeler. Zijn vierde. Derde teamfout voor de Suns. Wissel bij de Suns. Sam van Oostrum komt voor Thomas van Dijk. We zijn de laatste minuut bezig van derde kwart. Ja, als Tim Lambrecht ook nog drie punten gaat schieten. Ja, die jongens van Charleroi die kunnen gewoon een heel erg vrij uitspelen. Ze blijven overigens keihard werken hoor, dat moet gezegd. Maar er gaat ook wel eens wat mis. Wissel bij de Suns. Stan van den Elzen komt terug voor Troy Koeler met zijn vier fouten. Dat zijn ook fout hoor. Weer zo laat gefloten. Fout voor nummer 22, Vincent Kosteloot. Kosteloot, sorry. Derde fout, tweemaal voor Sam van Oostrum. En weer een driepunter van Alex Liber. Einde derde kwart, 41-77. Laat aan duidelijkheid niets te wensen. Nee, absoluut. Wat dat betreft is het niet... Niet vreemd natuurlijk dat ze de eerste wedstrijd toen in Charleroi ook het flinke zijn verloren hebben. Maar er is gewoon een duidelijk verschil tussen beide ploegen. Dat is toen bijna 50 punten verschil, hè? Ja, dan gaan we dat betreft wel 36. Ja, kan zomaar weer gebeuren.
Ja, het is aan de jongens van de helden gewoon om ervoor te zorgen dat het verschil niet te idioot groot wordt. Maar overduidelijk is dat je natuurlijk als zo'n ploeg niet echt veel kans maakt. Voor Den Helder om de achterstand, of tenminste het verschil, zo klein mogelijk te houden. Vierde kwart. Dat begint goed. Ja, dat was een mooie. Drie punten van Stan van den Elven en dan krijgen we nog een kans op een 4-point play. En een fout voor Moussa Noterman. Zijn tweede. Ja, gezien de situatie in de wedstrijd moet Stan dit gewoon ook doen natuurlijk. En de bonus wordt ook benut. 4 punten. Goed voor zijn zelfvertrouwen. En lekker om inderdaad het ritme te krijgen. Om in een wedstrijd je schoten gewoon te nemen. Zeker. Steel. Met hulp van Sam Muurman. Ja, dat is dan toch. Boxshot, David Ada. Het was inderdaad een clean. Het gaat naar Ben Kovac. Het is pas zijn eerste. Op de vloer, zoals gezegd wordt, dus geen vrijworpen. Nathan Kuta. Vrij naar de ring. Op assist van Rafael Lisboa. Toverbal van Sam van Oostrum, ja. Zou ik gaan zeggen. Ik vind het zeer geen kwalijke noodsituatie. Alles alleen proberen te doen. Ja, druk is verkeerd. Hij valt op een ongeluk goed, maar. Ja. Nee. Niet alles is prijs van Stan. Nee, maar het is natuurlijk een schutter puur zang. Absoluut, hij stond helemaal open, dus we moesten hem nemen. Ja, precies. En dan zeg ik net van, als je inderdaad in de situatie bent gezien, deze stand van de wedstrijd, en je staat open, nou, probeer het maar. Fout van David Idada. Ik denk het wel. Ja. Het is zijn tweede. Ook de tweede teamfout voor de Suns, het vierde kwart. Scoren van Moussa Noterman. Mooie floater. Ja, rebound van Nathan Kuta. Onervaren van David Idada. En een fout voor Stan van der Elzen. Stan van der Elzen, ja, inderdaad. Zijn tweede. Hey, op de achterkant gaan we nou.
Ja, dat krijg je. Volgens mij stond hij gewoon ook aan de verkeerde kant te verdedigen. Maar... ja, hij was al gepasseerd natuurlijk. Ja. Derde fout voor David Idada. Het is nu de vierde teamfout voor de Suns. En hij wordt vervangen door Jarik Brussen. Ja, ik vind het toch een beetje de onervarenheid van David Idada. De wil is er wel, maar de routine ontbreekt gewoon nog. Die zich eenvoudig in de luren laat liggen. Maar er zit wel potentie in. Je ziet hem wel in de loop van het seizoen. Is hij gegroeid? Ja. En volgens mij was dit de vijfde vrije worp van Nathan Koeter die gemist wordt. En de zesde gaat erin. Ja, ook weer een fout. Boestan Noterman. In die zin verdelen ze niet alleen de score onderling, maar ook de fouten. Dus dan kan je een tijdje doorgaan. Rafael Lasboa die gaat denk ik enigszins geblesseerd van het veld af. En wordt vervangen door een van de broeders Samardzic. Punten van Vincent Kesteloot. En op deze manier gaan we richting de 100. Dat is te lang doorgedribbeld, hè? Dat is niet handig. Ik zet hem op naam van Nathan Kuta. Ja, ook Den Helder kan wat dat betreft op dit punt ook niet meer aanhaken. Gezien de stand. Het is inmiddels 40 punten verschil. 47-87. 7 minuten te spelen. Ja, ik zou zeggen, jongens, doe je uiterste best om in ieder geval binnen de 100 te houden. Gaat niet lukken. Ik ben er ook bang voor. Gezien inderdaad de manier van spelen op dit moment van Charlebois. En van de Suns. Ja. We weten inderdaad door een paar simpele pasen heel snel een aanval te creëren. En veelal vanuit de driepuntslijn heerlijk door te gaan met scoren. Ja, het is er niet één die de driepunter beheerst, maar het zijn ze bijna allemaal. Ja, het zijn er veel. Alleen Nathan Kuta heb ik het nog niet zien doen, want die mist zelfs vrije worpen. En Marlon Makwa, die heb ik het ook nog niet zien doen. Maar dat maakt nog niet zoveel uit, want die kunnen inside ook best overweg met de bal. Absoluut. Mooie score, stand van Elzen. Ja, tot die knap. Kuta, die ging weer voor een blok. Ja, die gaat altijd voor een blok. Altijd. Tip in voor Marlon Makwa. Sam Huurman, assist Ben Kovac. Had je ook voor kunnen fluiten, denk ik. Duidelijk. Hij probeert dan toch die drie punten, hè, die Makwa. Ja, daar had ik deerlijk mis.
Wissel bij Charleroi. Jito Kok komt terug. En ook Noah Vogang. En die vervangen Nathan Kuta en Vincent Kesteloot. Kijk, dat hoort zo. Dat is een mooie assist van Jarik Brussen en de dunk van Ben Kovac. Heel goed gespeeld. Duidelijk goed uitgespeeld. Eindelijk een hele vloeiende aanval. Moussa Noterman. Fraaie score, Jarik Brussen. Goeie beweging. Dan heeft hij inmiddels wel zijn dubbel-dubbel, denk ik. Zeker. Stan van der Elzen. Dat is ook goed uitgespeeld door Stan van der Elzen. Want hij keek eerst eventjes achterom en zorgt ervoor dat de man zijn directe verdediger. Ja, maar ik denk dat Jito ook niet echt zijn best deed om nog te blokken of wat dan niet ook. Niet echt, nee, helemaal niet. Hij liet hem gewoon lopen. Waarom zou je ook, hè? Ja, zo is het. Niet over de backsides. Nee. Drie seconden. De Moussa. Voor Moussa Noterman. Mooie score, Jarik. Assist Sam van Oosteren. Dat kan hij inderdaad heel erg goed. Veel een beetje van de ene kant van de basket uitkomen. En dan gewoon één stapje maken. En dan onderlangs scoren. Er is ook helemaal geen help, hè? Nee. Als je eenmaal je man voorbij bent, dan kan je zo doorlopen. Fout van Ben Kovac. Twee punten voor Marlon Makwa en een bonus. Er zijn nog 95, de 100 is in beeld. Komt eraan. Voor Charleroi. 4 minuten te spelen, dus nou. Ze blijven trouwens wel gaan. Zeker. Die jongens van Charleroi. Bonus benut. Dat zal ook te maken hebben met de nieuwe bezems in de vorm van de coach, Sam Rotsaard, die dit jaar voor het eerst is. Balverlies van Sam van Oosterum en de dunk van diezelfde Marlon Makwa. Van Vukan Samardžić. 20, ja, Vukan Samardžić, zijn derde. Van nummer 20, deze duwen, Vukan Samardžić, zijn derde. Twee vrije worden bestanden van de Elzen. Tweemaal de Stan staat inmiddels toch ook alweer op 15, 20, 24 punten. Zo ongemerkt. Ongemerkt inderdaad, ja. Rebound Jarik Brussen. Hij blijft het ook proberen, de drie punten. Marlon Makwa.
Met de eerste zetten van zijn pivotvoet. Mooie score, Sam van Oostrum helemaal alleen. En een fout. Van dezelfde Makwa. Ze past de eerste. Wel nu ook de vierde teamfout voor Spirou. We krijgen twee maal voor Jarek Brussen. Twee vrijworpen voor Jarek Brussen. Staat op 100% vanavond, hè, met zijn vrijworpen. Wel eens anders gezien. Ja, gaat goed met hem. Ja. Ah, ja. Hadden we niet moeten zeggen. Ja, 100%, nee, nu 75%. Dat is acceptabel. Zeker weten. En de 100ste punt wordt gescoord door Noah Vogang. Vecht om de bal. Moussa Noterman. Eén pakt de stiel en dan meteen vier man erachteraan. Nee, drie man er extra achteraan. Ja, dat is tekenend voor het team. Nou ja, het betekent dus ook dat ze nog fris zijn. Hè? Door het vele wisselen blijven ze gretig ook. Ja, absoluut. 2 minuten op de klok. 64-102. Ja, wat moet je ervan zeggen? Ja, het is een redelijke afstraffing. Ietsje minder dan toen in België, maar het blijft gewoon een groot verschil. En dat is ook duidelijk te zien op het veld. Ja, zeker. Het verschil in de ploegen is gewoon zo evident. Je zou het in de meest gunstige omstandigheden kunnen zien als een oefenwedstrijd, maar... Nou ja, het tekent wel de manier van verdedigen. Hè? Dat, dit zijn we niet gewend in de Nederlandse competitie zoals het hier gaat. Nee. En wat ik al eerder zei, ook niet bij de topploegen. Nee, het is toch heel anders, ja. Het Belgisch of het Nederlandse basketbal. Staat gewoon op een hoger niveau, klaar. Dames en heren, aanstaande dinsdag 19 april spelen we ons allemaal thuis tegen Okapi Aalsum. Nou, de laatste 2 minuten. Laten we even horen van de laatste 2 minuten. Ja, Jarek Brussen. En een deelpauze. Applaus voor Jesse. Kan ook te gek, hè? Scoren van Jito Kok. Ja, er komt ook helemaal niemand helpen, hè? Noah Vogang.
En de fout is voor... Nummer 1. Noah Vogan. Zijn vierde. Ook even twee maal voor Sam Huurman. Twee vrijworpen voor Sam Huurman. Derde persoonlijke fout van Sam van Oostrum. We krijgen twee maal voor Vukan Zamacic. Twee vrijworpen voor Sam. Rebound en scoren voor de Marlon Makwa. Driepunter, Stan van der Elzen. En een fout van Stan van der Elzen. Zijn derde. Tweemaal voor Jito Kok. En daar weet hij meestal wel raad mee. Nu even niet. Eén vrij wordt benut. Even de slotscore van de wedstrijd van Sam van Oostrum. Die gaat er al een keer bij liggen. Ja, als hij scoort, gaat hij liggen. Eindstand 73-113. Verschil van 40 punten. Nou ja, dat, zo is het. Het verschil van eenmaal. En daar zo is het, ja, dat moet je niet moeilijk over doen. Dat is het gewoon. Volgende wedstrijd. Ik vind het even wel een leuke partij om te zien. Zeker. Met name van, helaas van de kant van Charleroi. Maar ja, en toch, als je ziet het. De score 73 punten. Is niet slecht. Het is op zich niet slecht, nee. Inderdaad. Nee. Het verschil zit er gewoon in dat de tegenpartij 113 heeft. Als je, als je afgelopen dinsdag tegen Joost 73 punten had gemaakt, had je de wedstrijd gewonnen. Moeiteloos. Zo is dat. Goed, volgende wedstrijd is aanstaande dinsdag om 19:30. Hier in dit theater. Okapi Aalst is de laatste tegenstander als in de thuiswedstrijd in ieder geval voor de Suns. Daarna volgt er nog één uitwedstrijd tegen Hubo Limburg United. Volgende week zaterdag. Goed, we hopen u allemaal weer te treffen aanstaande dinsdag. We wensen u verder een fijn paasweekend. En ga alsjeblieft een eieren zoeken. Eet ze gewoon op. En tot dinsdag. Tot dinsdag.